Yo, Nintendo fans! Welkom bij weer een Miitopia video. We zijn in de toren van de duisterdure vorst en we zijn onze maten verloren. En daar aan de rechterkant staat Zucker al, dus ik denk dat we er bijna weer bij zijn. En we moeten in deze toren tegen allemaal oude bekenden vechten. In de vorige video hebben we tegen de duistere vorst gevochten. En tegen een soort van Donkey Kong Peach-achtige figuur. Oh, en nu zijn we bij Zucker en Zelda. En als je dit nog steeds een vette serie vindt, doe het duimpje omhoog en vergeet niet te abonneren, jongens. Daar zou je me heel blij mee maken. En Steve wordt ook heel blij van deze nieuwe stijl. Geweldig, wat een mooie stijl. En ze zijn al in een trouwe relatie van level 32. En kijk ze eens eventjes gewoon lekker om elkaar heen zweven. Wat geweldig. En we gaan kijken hoe het Zelda, Mario, Red en Steve gaat. Of die ook een beetje kunnen battelen. Ja, nee, die kunnen het vast ook wel zonder mij. Tuurlijk wel, tuurlijk kunnen jullie dat. Ik bedoel, Mario, Red en Steve zijn sowieso al een team. Dus ja. Dit moet vast goed gaan komen, jongens. Kijk, Mario sloopt even zo'n bubbelding. Ik weet niet hoe ik dat moet noemen. Ik noem het gewoon bubbelding. En Steve die sloopt even die Hydra of whatever it is. Steve mag nog een keertje. Die sloopt ook even nog een bubbelding. Ah, dit gaat helemaal goed komen. Kom op, Red. Jij die andere twee. Bing! Nu moeten ze ook tegen twee wijze uilen. Lijkt een beetje op Hedwig, man, van Harry Potter. Hey, wel even rustig aan doen alsjeblieft, jongen. Even chill nu. Die mijn Mario kapot maken. Daar ben ik niet van gediend, jongen. Mario heeft trouwens helemaal niet zoveel HP. Misschien moeten we daar nog even aan gaan werken. Kom aan, Steve. Bap, bap, bap. Oh. Die Hydra kreeg klappen, jongen. En Zelda doet even een nieuw ding. Een nieuwe aanval. Dit is vals gekrijs. Zelda denkt dat ze kan zingen, maar eigenlijk kan ze helemaal niet zingen, zo te zien. Of misschien doet ze het expres. Als jij zingt, zing je dan vals? En doe je dat expres? And I will always love you. Sorry als ik je nu een ear rape heb gegeven. Oké, okay, de vorige keer deed ik rechts en daar was rechts fout. Ik doe nu weer rechts. Kijken of rechts nu goed is. Waarom is rechts nou weer fout? Dit is niet eerlijk. Oké, okay, komen we nu bij elkaar? Ah nee, we kunnen eerst nog even een quizzie doen. En misschien dat we daarna even een kissie gaan fixen. Dus eerst de quizzie en dan een kissie. Oké, okay, wat moeten we doen? Wie ben ik? Vraag 1. Wie is de informant? Ja, dat weet ik niet. Deze guy? Ja, toch? Piet was de informant. Oh, dit is wel moeilijk. We moeten nu de rollen gaan verzinnen van elke karakter. De luilak Ditto. Oh, of stond er net Piet bij? We kunnen natuurlijk wel zien wie Ditto is. Dat is niet zo moeilijk. Dat heb ik net niet goed gelezen. Ik las alleen dat de informant daar stond. Anyway, vraag 3. Welke outfit is de juiste? Volgens mij die van Mr. Mime. De tweede. Volgens mij is dit de goede. Yay! We hebben het weer gefixt, hoor. Game-ticketjes. Lekker. En gaan we nu naar het kissie? Nee? Oh, we moeten via deze kant naar het kissie. Een pestkobold en doodsvlindertjes. Nou, doodsvlindertjes. Ik denk dat jullie eerder kapot gaan dan ik, hè? Pak ze, Mario. Lekker. Eerst het doodsvlindertje is alweer dood. En de pestkobold is ook kapot. En Zelda. Hoppakee, die is er loopt de tweede vlinder. Zelda past ook wel lekker bij het team, dus. Hé, hey, die legt iets op de grond. Een banaantje. Je weet het, Donkey Kong loopt gewoon in deze game, jongen. Overal liggen bananen. Oké, okay, we moeten nu kiezen of we naar de schatkamer of naar de uitgang gaan. Natuurlijk gaan we naar de schatkamer. Wat denken jij? Als er een schat te vinden is, dan moet ik daar naartoe. En Mario die zegt, ken je dat? Als je een schatkist opent, dat je aan de geur al weet wat erin zit. En Zelda zegt, ja, nou je het zegt. Vooral bij AP-bananen. Die ruiken zo lekker zoet. Ja, heerlijk. En goud stinkt een beetje. Ja, zo'n metalen geurtje. Wat zou er in de volgende schatkist zitten? Ik zeg... een wapen. Wat denken jullie dat er in de schatkist zit? Laat het weten in de reacties. Dan ga ik wel even enemies slopen. Hoppakee, lekker Red. Ik had alleen denk ik wel even wat hyper potion mogen gebruiken. Nou, die doe ik dan maar even op Steve en Zelda. Pak ze, Steve. Hoppa, lekker met je koekenpan, jongen. Come on, Zelda. Pap. Oeh, die doet nu ook best wel veel damage. En daar gaat hij. Kom maar op met het kistje, jongens. Oh, we moeten eerst nog naar de herberg. Mario, die wil een nieuwe jas. Nou, dan geef ik jou een nieuwe jas, want jouw HP was nog niet zo hoog, Mario. Dus dan probeer ik je maar op deze manier te verdedigen. En misschien heb ik nog wel wat eten voor je. Even kijken, eten waarmee de HP omhoog gaat. Ja, maar zijn HP is al 16 omhoog gegaan. Hier, nog een marshmallow erbij dan. Vind je ook niet lekker? Wie houdt er van een kobold donut? Ja, Steve, jij wel. Vlinder honing, Zelda is de enige die dat lekker vindt. Nou, geniet er maar van. En rotsnoepjes, daarmee gaat de magie omhoog. Oh, nou, niks voor Zucker. Wat voor Steve dan?
Ja, oh, nice. Jij vindt dat heerlijk. En Red, vind jij dat lekker? Nee, Red ook niet. Nou, oké, doei. Oké, let's go. Kissies hype. Ik vind wel een lekker muziekje. Echt zo'n muziekje om op te marcheren. Hier hebben we een kissie. Daar zitten 3 game tickets in. Ik denk toch niet dat we een wapen gaan vinden. Het zijn allemaal kleine kissies. Dus waarschijnlijk gaan we goud vinden nog. Oh, wauw. Oké, grote kist. Misschien dan toch een wapen? Ja, oh, ja, het heldenflesje. Die is voor Mario. Zijn aanval gaat 10 punten omhoog en zijn magie gaat 9 punten omhoog. Volgens mij was dat een aardig duur flesje. Dus even kijken of ik wat vlammenkleding kan fixen met mijn tickets. Ja hoor, nice. Voor wie is de vlammenkleding? Dat is voor een kok. Dus dat is voor Steve, jongen. Hier, geniet ervan. Weer... Zo, dit is wel een fancy outfitje hoor. Lekker. En de rest van mijn bonnen bewaar ik even voor als ik weer een nieuwe outfit of zo kan fixen. En zo worden we stapje voor stapje beter. En hoop ik dat we bijna klaar zijn voor de duistere vorst, jongens. Of beter gezegd, voor de duisterdere vorst. En Zelda gaat na de volgende battle een leveltje omhoog. Ook alweer naar level 22. Dat is de laatste die op level 22 zit, volgens mij. Volgens mij hebben we nu iedereen minimaal op level 22. En we moeten weer vechten tegen van die oogballen. Lijkt net op unknowns of zo. Dit was vrij makkelijk. Oh, kijk. En daar gaat ook Red een level omhoog. Ik denk dan naar level 23. Ik heb het niet gezien. Maar hij heeft wel een nieuwe aanval geleerd. De fantoomstoot. Tref je vijanden meerdere keren met een reeks spookachtige aanvallen. Dat klinkt echt supergoed. Dat klinkt als een lekkere nieuwe aanval. En ondertussen ook alweer 1600 mensen gered. En dat betekent meer strooisel. Zoals elke keer. Hey, maar dit is wel chill. Nu dat we een battle hebben gedaan, kunnen we dus een nieuwe roulette sessie doen waarin we een nieuw wapen kunnen fixen. Alleen ik moet wel zeggen, de kans is heel klein dat we hier een nieuw wapentje gaan fixen. Dus ik ga dit denk ik 2 keer proberen en dan laat ik het erbij, want het geel is echt maar een heel klein stukje. Oké, nog 1 keer. Laatste kans, laatste kans. In het geel. Nee, hij gaat duidelijk niet in het geel. Nee, het is een HP-banaan. Nee, dit is een beetje zonde van mijn bonnen. En dan is het team bijna weer samen. Terwijl Steve en Zelda elkaar niet zo heel aardig meer vinden, zo te zien. Steve staat in vuur en vlam. Zelda biedt er excuses aan. Ach, gelukkig. Steve ook. Oh, we moeten tegen Boo gaan vechten. De geest uit de lamp. Boo. Oh, nee. Daar is hij weer. Farao Boo deel 2. Ja, deze was toen wel lastig, deze battle. Dat kan ik me nog wel herinneren. Hier was iets mee. Volgens mij heb ik hier geleerd hoe we moesten omgaan met de schuilplek. Oké, we laten deze 3 hyperen. En ik ga gewoon gelijk iedereen een schildje geven. Ik wil een goed begin, een goede start. Oh, maar volgens mij konden we konden hem toen niet aanvallen. Of was het een schilderij wat we niet aan konden vallen? Nee, dat was een schilderij. Deze konden we wel aanvallen. Lekker, man. We geven wel echt keiharde tikken zo te zien. Nice. Oké, wat gaat hij nu doen? Dan gaat hij nu... Ja, hij gaat nu Zelda. Daar gaat hij iets mee doen. Dan moet ik Zelda... Die moet ik eventjes in de schuilplek zetten. Want volgens mij vult Zelda nu weer de HP aan van Boo of zo. Dat zoiets was het. Ik weet het niet meer precies, hoor. Oh. Daar zijn die veel te sterk voor, joh, volgens mij. Voordat de battle echt is begonnen, hebben we Boo alweer verslagen, man. Terwijl Steve naar level 23 ook gaat. Heerlijk. De bonuservaringspunten voor Zelda zijn. Oh, dit ging zo soepel. Hey Boo, hier heb je je gezicht terug, jongen. Ah, waarom overkomt mij dit toch steeds? Mijn arme gezicht. Vervloek duisterdere vorst. Je moet die gek zien uit te schakelen. Sorry, ik liet me even gaan. Ik ben nu weer normaal. Pas goed op jezelf. Doei doei. Nou, dat was wel even een gezellige battle. Kissie erbij. 1500 monies. En dan zijn we zo weer bij elkaar. Nog 1 keertje zijn we gescheiden. Kijk deze trouwe relatie eens. Ach, wat een liefde. En Steve krijgt van mij even een gloednieuw pannetje waarin hij lekker kan bakken. En waarmee die enemy... En waarmee die tegenstanders gewoon op zijn bakkers kunnen mappen. De heldenkoekenpan, die ziet er wel mooi uit. 12 punten omhoog in de aanval en 4 in de afweer. Cool, mooi pannetje, Steve. Yo, wie wil er een diepvriesmaaltijd? Zelda? Red, vind je dat ook lekker? Ja, top. Iedereen houdt van diepvriesmaaltijd. Oh, Mario vindt het heel lekker. En Zucker? Zucker, oh, iedereen houdt van diepvriesmaaltijden, joh. Ja, en jij, Steve? Jij ook? Wat grappig. Nou, Zucker krijgt er nog een. Hij vindt het het allerlekkerst. Oh, we kunnen nu een heldenkoekenpan fixen. Maar ik weet niet of die koekenpan dan nog beter is. Nee, volgens mij niet. Jee, het teampie is weer bij elkaar. What up allemaal? Jee. Alles goed, jongens. Het team is herenigd. En we kunnen weer verder met z'n allen. Dan is het nu tijd voor Team Luigi, Shadow en Wooloo. En ja, dan mogen we volgens mij naar de volgende verdieping of zo.
We kunnen hier naar rechts en we kunnen hier naar boven. Ik denk eigenlijk dat ik misschien eerst naar rechts had gemoeten. Misschien is hier wel een geheimpje waarover Kirby ons gaat vertellen. Ik ben trouwens wel benieuwd wat die Mr. Mime gaat doen hoor. Want vechten, dat kan die niet echt. Moeten we nu tegen slakken en ufo's? Die slakken die zijn bij zich best wel sterk zo te zien. Die gaan even in hun schulpje ook. En een nieuwe vaardigheid van Shadow. Die doet nu zijn laseraanval. Oh, die is volgens mij echt wel heel sterk. Oké, lekker. Allemaal in één keer dood. Hey, en Wooloo gaat naar level 23. Ja, we zijn hier ook wel lekker aan het trainen hoor, in deze toren. Luigi die zegt, ik ga al mijn wapens poetsen. En Wooloo die zegt, ik ga niet meer huilen als ik een miskoop heb gedaan. Echt de meest nuttige informatie ooit in deze serie, jongens. Jullie hebben het vandaag gezien. Oh, we moeten tegen bommen, jongens. We moeten tegen bommen. Let's go, jongens. Let's go. Eerste bommen. Pak hem. Ja, die is ontploft. Mooi. Anders ontploft hij op mijn bakkes. Come on, die andere bom. Die andere bom is er nog. Ja, die ontploft. Oh, maar die doet ons helemaal geen damage. Oh jee. Een schakelaar. Een merkwaardige hendel. Ik ga hem gewoon omzetten. En dat helpt. Ja, daar hebben we een kistje gevonden. Althans, daar moeten we nog wel even naartoe lopen. Maar we weten nu waar het kistje is. En ik heb weer post. Van Enka. We hebben respect van Enka. Thanks, Enka. Nu kunnen we een verdelgingsspeer winnen hier zo. Ik ben even op reis gegaan met Steve. Nee, ik wil in het geel, jongens. Ik wil in het geel. Ah, kom op, jongen. Kom op, in het geel. Kom op nou. Ik wil een nieuw wapen. Ik weet niet of je ook met bananen kan slaan. Maar ja, we krijgen alleen maar bananen. Ja, nu dan. Ah, nee, weer net niet. Maar we krijgen wel ervaringspunten. Dat is op zich ook chill. Wie krijgt die? Shadow, jij mag ze hebben, jongen. Hoppakee, ga maar naar leveltje 23. Topper. Kirby, wat heb jij me te vertellen? Kirby, vriend, waar ben je? Hey, Shadow die vindt een MP-snoepje. Ja, dat eindelijk vind je een keer een MP-snoepje. Je hebt er al 330 opgegeten, jongen. En daar, ja, daar is Kirby. What up, Kirby? Die zegt ze, zo ziet het er boven de wolken uit. Ik voel me enorm machtig hierboven. Aanbid mij, stervelingen. Kirby, ik sta hier ook, hè? Hij zegt, je bent een flink eind omhoog geklommen. Wil je nog verder naar boven klimmen? Dan kun je maar weten, deze trap omhoog gaan. Het loont de moeite. Helemaal bovenaan bevindt zich namelijk een schatkist. En daarvoor zul je de volgende woorden goed moeten onthouden. Geheime wegen leiden naar verborgen schatten. Oké. Geheime wegen leiden naar verborgen schatten. Goed om te weten. Hey, we hebben weer 3 nieuwe game tickets. Dat is mooi. Oh, en er is weer iemand ziek. Shadowtje. Ja. Ga in het geel. Lekker. We hebben de helden outfit. Topper. Oh, daar gaat alweer 13 punten mee omhoog. Dat is een goeie. Nou, dan gaan we Team Zelda ook maar gelijk meenemen. Want ja, Shadow is ziek. Oké, we kunnen nu naar de deur. Naar een schat. En nog naar 2 andere plekken. En ik ben heel benieuwd wat er gebeurt als we naar deze deur gaan. Dat gaan we zien in de volgende aflevering. Dus doe een duimpje omhoog. Vergeet niet te abonneren. Ik blijf gewoon lekker kijken naar Miitopia, a.k.a. Nintendopia. En dan zie ik je bij de volgende video. Mazzel!